Het gevreesde coronavirus is niet in Suriname, dus geen reden tot paniek, zegt volksgezondheidsminister Antoine Elias. Hij sprak vanmiddag op een spoedpersconferentie gehouden door zijn ministerie op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. Minister Elias benadrukte tijdens de persconferentie dat er nog geen enkel geval van het coronavirus is geconstateerd in Suriname. Natuurlijk, iedereen is angstig. Er gaat zoveel de ether in. Social media vandaag aan de dag heeft zoveel goeds, maar kan ook zoveel kwaads en paniek brengen. Ik wil u echt verzoeken, wacht u op de formele berichtgeving. En laten we met z'n allen hier in Suriname geen paniek zaaien. Want wat u niet weet is dat onze Quick Response Coronavirus Team 24 uur bezig is vanaf de berichten wereldwijd de ether ingingen. We hebben de deskundigen hier. Stelt u uw vragen. Er is ook een hotline, de directeur en haar deskundigen. En de PAHO-vertegenwoordigers zijn hier om uw antwoorden te geven. De technische antwoorden gaan zij geven. Ik doe nogmaals een beroep. Kowilek Serana Manokar Sikikong. Want Asikinoja. Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid, zegt dat er in het verleden wereldwijd meerdere vormen van het coronavirus aanwezig waren. Deze nieuwe vorm wordt het novel coronavirus genoemd. Tot vandaag zijn er meer dan 9000 personen wereldwijd besmet. En in China heeft het virus 213 levens opgeëist. Is dat omgerekend nog steeds ergens tussen de 2% en 4%. Het is vergelijkbaar met andere griepvirussen. We hebben de microbioloog ook hier in ons midden. Hij zal straks daarop een beetje uitgebreider ingaan. En ook inhoudelijk van wat die griepvirussen allemaal kunnen veroorzaken. Coronavirus komt dus voor in deze bunch en is niet nieuw. Alleen is deze nieuwe, zijn er nog een paar dingen niet bekend van. En dat veroorzaakt angst en dat snappen wij ook. Dat die wereldwijd voor een beetje angst gezorgd. Hoe besmettelijk is het? Hoe snel kunnen mensen besmet raken? Word je er beter van? Word je er niet beter van? Hoeveel doden vallen er? En dan wil ik het voorzichtig ook vergelijken met een ander virus die de wereld ook had opgeschrikt. En dat was het Ebola-virus waarbij fatality rate tussen de 95% en 98% zat. Dus als u dat hoort, hoop ik dat in elk geval u ook aware bent dat tot nu toe de fatality rate voor dit coronavirus aan de lage kant zit. Cleopatra Jesseren was dat, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Ze sprak vanmiddag op een spoedpersconferentie over het novel coronavirus. Het virus is vooralsnog niet in Suriname, benadrukt het ministerie. Daarom is dan ook geen reden tot paniek. De persconferentie is gehouden in de vergaderzaal van het BOG.